Frits uit Mulderij, die was rechter voor je programma. Weer een trio aan tafel. Ja, u denkt, ik zie er maar twee. Maar Sjamke en Nellerieke de Voogd, zusjes, ja, vormen een trio met... Met Jan Tijn. Met Jan Tijn. En Jan Tijn is hier niet, want je mag iemand met z'n tweeën aan tafel aanschuiven. Ja. Ja. Ja, en jullie hebben geloot natuurlijk. We hebben geloot en wij hebben gewonnen. Heel gek. Heel raar. Ik begrijp er niets van. Ik had getal 110, ik zei, ja, en zij won. Heel raar. Jullie zijn zusjes, jullie maken een vet kinderkabaret. Ja, klopt. Ja. En dat ligt stil, denk ik. Geheel. Dat ligt geheel stil, net als alle andere voorstellingen. Precies, wat normaal spelen jullie? Waar? Wij spelen door het hele land. We waren in oktober in première gegaan in de Leidse Schouwburg. En de tour was begonnen. Met kerst heb je dan even rust, want er gaan er heel veel kerstvoorstellingen. En het was net weer lekker op gang. Allemaal mooie grote volle zalen. Maar ja, die zijn allemaal opgeschort. Een paar zijn wel verzet naar het volgende seizoen. Maar we weten natuurlijk niet waar het heen gaat. Nee. Nou, jullie zijn niet de enige. Nee, dat begrijp ik. Maar echt, trouwens biedt dat ook niet meer inmiddels, denk ik. Nou ja, we blijven hoop houden, maar vooral hebben we zoveel zin. Ja, jullie spelen niet op scholen. Hebben we wel veel gedaan. Want die zijn natuurlijk weer mondjesmaat open. Ja, ik doe maar een suggestie. Het is wel echt een theatervoorstelling met een dooi decor en een lichtplan en geluid. Ja. En het is gemaakt voor ouders en kinderen, opa's, oma's. Voor alle mensen hebben we grappen bedacht. Dus dat is de dynamiek eigenlijk wat er normaal is. Ja, dus wij kijken naar het trio. Maar daarachter gaat natuurlijk, net zoals bij heel veel van die producties, een wereldschaal. Ja. Precies, ja. Ja, van decor, posters, muziek, techniek die altijd met ons meereist. Zeg, en wat voor soort kinderkabaret maken jullie dan? Is dat lieflijke sprookjesachtig of is dat hardcore kleuter? Het is dus gewoon eigenlijk vergelijkbaar met wat mensen kennen als cabaret. Liedjes, sketches. Ja. En dan vol energie voor kinderen, maar ook voor ouders. Het is eigenlijk samen. Vanaf 6 tot 12 en dan met de hele familie. Dus het zijn hele herkenbare sketches en liedjes. En er zit veel energie in. Ja. Dus we moeten nu heel braaf aan de tafel, maar het is eigenlijk heel fysiek met veel... En hebben jullie ook een thema met een voorstelling? Een rode draad of een boodschap? Dit keer wel. Dit keer hebben we een soort verhaal eronder gezet om gewoon inderdaad richting te geven. Maar waar het vooral over gaat is herkenning. Dat je de gezeur op de achterbank van de auto. Ouders die heel veel op hun telefoon zitten en dus kinderen proberen verhalen te vertellen. Of je eerste liefde of juist de hypocrisie in vriendschappen. Dat je in de ene dag nog beste vrienden bent en de andere dag helemaal niet meer. Oh ja. En dat dus dat je eigenlijk een lach om jezelf. Dus dat is... Nou, laat maar zien, laat maar horen, zou ik zeggen. Nou, we hebben één stukje, dat is toepasselijk omdat hij er niet is. Ja. Het is wel zo raar omdat hij hier zo statisch is, hè? We beginnen gewoon. Nou, is toch wel fijn, hè? Fijn. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat Jan Tijn er niet is. Want? Nou, Jan Tijn is wel mijn beste vriend. Hè? Maar ik was toch jouw bestie? Nee. Jan Tijn is mijn bestie. Jij bent mijn op één na bestie. Oh, nee, maar dat komt heel goed uit, want jij bent ook mijn op één na bestie. Oh ja, wie is dan jouw bestie? Nee. Ook Jan Tijn. Nu Jan Tijn er niet meer is, mag ik dan jouw bestie zijn? Als ik met jou de klasse rond mag, ben jij mijn bestie. Oké. Dat is goed, maar als ik op jouw verjaardagsfeestje mag komen, mag jij met mij de klasse rond en dan ben ik jouw beste vriend. Oké, wat ga je doen met je verjaardag? We doen tikkertje zonder contact. Oh, laat maar. Oh nee, we gaan naar een zwembad. Oh. Een subtropisch zwemparadijs. Oh. Met 26 glijbanen. Yes. En we krijgen snoeptomaatjes, snoepkettingen. En patat. Met mayo? Met mayo. Cool. Deal. En nu wil je natuurlijk ook op mijn feestje komen, hè? Ja. Die was vorige week. Je hoeft Jan Tijn niet uit te nodigen. Hoezo niet? Nou, Jan Tijn die plast altijd in het zwembad. Door zijn Star Wars zwembroek heen? Door zijn Star Wars zwembroek heen. Eeuw. Nou, en dan komt er een liedje. Lekker zo gek. Want als je normaal speelt, heb je dan lekker dynamiek met die kinderen. En dan denk je, oh ja. En met de technicus die dat dan weet. Maar die... Dus kan er muziek ingestart worden? We kunnen een muziekje doen. Dan gaat het over een klein hoe dat gaat met vriendschap. Als je...
Als ik straks weg ben, heel heel erg ver vandaan. Je schopt een bal in onze tuin. Je roept, maar ik kan je niet verstaan. Als jij ver weg bent, jouw dag is bij mij nacht. Ik gooi een steen tegen het raam, maar er is niemand die op me wacht. Denk dan met een glimlach, wij zijn vrienden, waar ik ook zal zijn. De aarde, de zee of op de maan, wij zijn vrienden, verbonden met een lijn. Als ik straks weg ben, je fluit ons eigen lied. Er steekt geen hoofd meer door de heg, het blijft stil en ik kom niet. Als jij ver weg bent, een tosti zonder jou. Een hut vol kussens, maar geen vriend, niemand die om me lachen zou. Denk dan met een glimlach, wij zijn vrienden, waar ik ook zal zijn. De aarde, de zee of op de maan, wij zijn vrienden. Verbonden met een lijn. Zijn we beste matties? Beste matties. Wij zijn vrienden, verbonden met een lijn. Oh, wat heerlijk om naar te luisteren, naar te kijken. Ja, daar krijgen wij ook voor zin van. Nou, dit is een heel klein liedje. We hebben ook heel veel wilde en grote, van alles eigenlijk. We zijn eigenlijk heel fysiek, dat wordt ook nog een dingetje. Want we zijn geen contactberoep, dus we moeten ook de voorstelling, als we weer mogen spelen, een beetje aanpassen. Ja, begrijp ik. En voor hoeveel mensen gaan jullie tekenen? Want, 20. Zo. Want, ja, dat gaat om, wat we al zeiden, de techniek, de regisseur. We hebben twee regisseurs gehad. Twee decorbouwers. Fotografen die voor de poster hebben gefotografeerd of de scène fotografie hebben gedaan. Mensen van het impresariaat. We zitten turven en we kwamen op 20. 20. Heel goed, we gaan voor 20 tekenen voor het vet kinderkabaret. Hartstikke leuk. En het is vanaf 6 jaar, hè? Vanaf 6 is het, ja. Ja, die van mij zijn 22 en 27, maar er zit geen maximum leeftijd aan. Nee, helemaal niet. Ik zou gewoon lekker komen. Ze zijn ooit ook 6 geweest. Ja, dus precies. Ik denk dat ze het wel herkennen. Ja, dat denk ik ook. Ik herken het zeker, wat jullie zingen. Jullie mogen tekenen, als je wil. Allebei, of één voor één? Hoe werkt het? In principe 1. En dan gaan 20 mensen op de teller erbij. Ja, helemaal links. Helemaal links is wel een plekje. Dankjewel, Sjamke en Nellerieke de Voogd. En Jan Tijn natuurlijk. Ja.